Welkom iedereen. Vanavond, vrijdag 23 januari. Helmondsport FC Emmen eindigt in 2-2 na 0 in ruststand. Scoreverloop 29e minuut 0-1 door Resida, 60e minuut 0-2 door Peters, 64e minuut 1-2 door Visser en in de 68e minuut bepaalde Diouk de eindstand op 2-2. Geel bij Helmondsport voor Diouk, bij FC Emmen voor Pedro, Olijven, Bergkamp en Bakati. Bovendien twee keer geel voor Siekman en dus rood. Scheidsrechter Sanders floot voor 1617 toeschouwers. Hoort aan de trainer van onze gasten, de heer Gal. Groningen, Sanders, komt hier Gal. Komt Sanders uit Groningen? Ja. Ja, hè? Ja. Ik heb de groep voorgehouden, want we doen het natuurlijk fantastisch in deze competitie. Dat de status voor ons veranderd wordt en een resultaat halen, ik bedoel niet arrogant trouwens, met heel veel respect ook naar de tegenstander, maar een resultaat halen tegen Emmen vinden sommige ploegen misschien wel een overwinning. En ik zeg ook tegen ze dat de tegenstander veel gepassioneerder gaat spelen, heel hard gaan werken, omdat je gewoon gemotiveerder bent. Kom goed die kleedkamer uit, want als je niet gelijkwaardig bent als Helmond, waar ik in verwacht dat ze heel hard werken, ga je nat. Nou, dat bleek ook wel. Ik vond ons slechte kleedkamer uitkomen. De eerste 10 minuten kwartier zeker vond ik dat we veel te veel duels verloren. We konden onze vrije mensen aan de zijkant, de backs, dus heel moeilijk vinden. Door de opstelling van Helmond. Die maakte ons de ruimte zo klein mogelijk. En wij willen graag voetballen. Het is geen excuus, maar wij hebben ook kunstgras dit jaar voor het eerst. En als het droog is, dan zie je de kwaliteit van de wedstrijd achteruit gaan. En bij een nat veld gaat het balletje wat sneller. En een positiespel spelen kunnen we aardig. Maar in dit geval was dat ook zo moeizaam. Dus heel veel aswerk. En dat was heel rommelig allemaal. Veel kopduels en verkeerde kleuring spelen. Als we wilden uitverdedigen zonder weerstand of druk, kopten we zomaar op een verkeerde kleur. Dus de tegenstander. Al met al tegen de verhouding in. Of uit de lucht vallend, kan je ook zeggen. Komen wij met 0-1 voor. En daarna vond ik dat het beter werd bij ons. Als wij de gelegenheid kregen en meer speelruimte, dan werden wij ook gevaarlijk. En dan kwamen we een aantal keren behoorlijk door. En kregen daardoor, nou hoeveel? 2-3 hele grote 100% kansen. Werken alleen voor de keeper, die schokte misschien van. We kwamen aan de zijkanten, vooral aan rechts een paar keer door. Waarin we beter het overzicht moeten bewaren. En ja, de marge werd niet groter. En dat moet wel tegen Helmond, want blijft strijdbaar. Ik vond ondanks dat we nog veel te veel duels verloren. En dan mag je in de tweede helft gewaarschuwd voor de vele gele kaarten die we al hadden. Centraal ook. Dan zit je zelf aan de zijkant. Wat ga ik hier aan doen? Dat zijn wel normaal klasbakken. Maar twee van die snelle rakkers, windbaar, is niet waar je in kan vreten in het duel, kopduel. Dus ze hadden verdomd veel moeite. Dus ik was doodsbenauwd dat er inderdaad een tweede zou krijgen. Ik had het gevoel trouwens dat Sanders daar ook helemaal prettig vond om dat te doen, om dat terzijde. En tot overmaat van ramp krijg je binnen 4 minuten nadat wij de 0-2 hadden gemaakt, de 2-2. En daarbij rook nog eens een keer, dus allemaal moet je dan dolgelukkig zijn dat je nog gelijk speelt. Want dat had ook met 0 kunnen staan. En ik een aantal gele kaarten, denk ik van nou wat doe je nou allemaal, maar er waren ook een paar bij ons waarvan ik vond dat het niet al te slim was. En weinig gochme gebruiken, vooral ook bij de rooien, was dat categorie niet verstandig. Dus puntje ben ik blij mee dan uiteindelijk, want het had ook heel anders af kunnen lopen. Dank je. Dank je wel, trainer. Dan het woord aan onze eigen trainer, Jan van Dijk. We hebben meestal een persconferentie van 10 minuten en die is nog van buiten. Oh ja, sorry. Ik had hem niet in de gaten. Mijn collega, grote vriend Jopie, geeft een prima analyse, denk ik. Ja, dus daarom kunnen we ons wel stil houden. Ja, dan zijn we wel klaar. Dat is mijn beurt. Okay. Doe maar, Jan. Hij weet niet meer. Nou ja, goed, voor ons is het een wedstrijdje geweest die waarin we Emmen treffen, wat absoluut goede doen is. Wat ook volgens mij de ploeg is die de meeste doelpunten heeft gescoord in de competitie. Heel gretig is. Ik ken mijn collega als mijn broekzak. Ik weet hoe die speelt. Gretig, van voetbal naar voren, druk zetten.
ja, daar moesten we ons natuurlijk op voorbereiden. Daar hebben we inderdaad ook al een weekje aan besteed, moet ik zeggen. Om toch wat weerstand te bieden. Het mogen duidelijk zijn dat wij toch een moeilijk seizoen hebben. Wel vind ik dat we afgelopen vrijdag tegen Fortuna echt een hele goede wedstrijd gespeeld hebben, maar wel met lege handen stonden. Heel veel kansen hebben gekregen en gemist. Ja, daar wijs je de jongens natuurlijk op. Hè. Tegen Emmen krijg je natuurlijk niet die kansen en niet zoveel kansen. Maar als je er dan één krijgt, dan moet je daar ook goed mee omgaan. Joop geeft wel aan, en dat vond ik ook, die goal, die 1-0, die komt, 0-1, die komt op een heel raar moment. Dat is weliswaar wel een fout bij ons, want ik noemde dat het ballwatches. De bal komt van de andere kant. En Koen Weuts weet absoluut niet waar zijn tegenstander zit. Waar hij normaal gesproken in de kop wel nooit mag verliezen van de Resida. Maar goed, dan sta je helemaal achter. En dat is voor zo'n groepie als wij die hebben, is dat natuurlijk niet zo lekker. Voor de rest vond ik buiten die hele grote kans van Bergkamp, hebben wij niet zo heel veel problemen gekend, vond ik. Want dat vond ik een gelijkwaardige wedstrijd. En op de eerste 10 minuten, is kwartier, zelf een aantal mogelijkheden gehad. Dat is wel geen grote kans, maar wel mogelijkheden. Gaat er eenmaal de rust in en nogmaals aangegeven. En dat heb mijn collega natuurlijk ook al heel goed gezien. We moeten extra kracht geven, we moeten extra werklust erin gooien. Om toch van een ploeg die in goede doen is om daarvan van te winnen. Of in ieder geval zorgen dat je een aansluiter maakt. Je aansluiter komt niet. Het tegendeel is waar, we krijgen een goal tegen en dat is 0-2. En dan vind ik wel dat onze ploeg wel goed gereageerd heeft. Ik kan ze absoluut niet verwijten dat ze niet alles aan hebben gedaan om terug te komen in de wedstrijd. Dat doen we ook met een goede goal van Visser. We komen denk ik in die fase ook wel terecht op een 2-2. En eigenlijk is het zo, dan praat ik in mijn eigen behoggie, vind ik dat wij ook de meeste mogelijkheden en kansen hebben gehad om deze wedstrijd nog te kunnen winnen. Ja, dat gebeurt er niet en dan... Ja, dan mag je als trainer van Helmond Sport niet eens ontevreden zijn dat je gelijk speelt tegen Emmen. Maar goed, het geluk zit niet altijd, of helemaal niet, aan onze kant. Daar wel balletjes net tussen vallen. De vrije trap bij Emmen die dan in de kluts wel... Dan kun je praten over scherpte, dat kan. Maar dat valt dan wel goed. Bij ons valt die dan niet. En ik heb ook geleerd, de winnaars hebben een plan. De verliezers hebben een excuus. Maar goed, ik wil geen excuses zoeken, want dat wil ik niet horen. Mooi. Dank je wel, trainer.